Het is voor Emmen een van de lastigste wedstrijden die het nog speelt deze competitie. De Vijverberg zit vol. De stemming is geweldig. En u ziet de opstelling van de Graafschap met daarin dus één wijziging. Dat is niet achterin. Het is tussen de vertrouwde achterhoede. U ziet de linksback Fortes daar staan. Schuurman als of meest controlerend op het middenveld. Links kort en rechts gaan door Negli en Bretijn als centrale man op het middenveld. Maar de spits heet dus vandaag Konings. Want de spits van de afgelopen weken mag niet meer spelen van de club. Sam Hendricks zal geen basisplaats meer krijgen bij de Graafschap. Zolang Nicolas Zule niet uit zijn contract verwijderd is. En bij Emmen geen wijziging. Dat betekent dus dat het centrum weer wordt gevormd door Veldmaat en Veendorp. U heeft het meegekregen. Araujo is vandaag geland. Maar omdat hij dus pas vandaag is geland, staat hij niet in de basis. Gachouche is de spits. Ondersteund door de Asenoun Romani en Rui Mendes. Die laatste natuurlijk de man in absolute bloedvorm bij Emmen, Mendes. En op de bank zitten bijvoorbeeld dus Araujo, Van Ooyen, Bernadou, Hardeveld, Tufiki. Het is een mooi bank van Emmen. We beginnen met een minuut applaus ter nagedachtenis aan Simon Kistemaker en Jurri Kolhof. Prachtig eerbetoon, ook vanuit het uitvak. Het Simon Kistemaker luid en duidelijk te horen. Och, goede beweging dit. Kan Veldmaten dat nog stoppen? Ja, dat hoeft eigenlijk niet eens. Veenop komt nog wel wat helpen. Sterke actie. Apau gezien. Konings is wat komen halen bij de kant. Kan even zorgen. Ik weet niet precies wat het is. Heeft hij ergens last van? Misschien had hij een beetje honger. Tot in zijn mond. Ja, misschien is het dat hij gewoon ergens last van heeft en heeft hij even een doekje gehaald ofzo. Dit is een uitstekende bal. En daar is hij weer. Rui Mendes. Doet hij het weer? Nee, hij heeft nu te veel tijd nodig. De man die zo vaak de laatste weken de 1-0 maakt voor Emmen. Leek hier toch ook op weg naar de grote kans. Maar probeerde hem nog een keer terug te kappen. En toen was de ruimte verdwenen. Aan de andere kant weer de Graafschap. Kaandorp bij de tweede paal. Daar gaat de bal ook naartoe. En daar is het doelpunt van Konings. De vervanger van de meest besproken man van Doetinchem en omstreken scoort. Zevende doelpunt van het seizoen voor Joey Konings. En op basis van de openingsfase is het ook een volkomen verdiende voorsprong. Konings geeft hem aan Korte, sprint dan om zelf voor het doel te komen. Ja, niemand die hem echt overneemt. De voorzet is op maat. Korte geeft hem daar uitermate fijn. Over Veldmaten, over Brouwer. En precies op het hoofd van de spits. Lelyveld. Is het buitenspel? Nee, vlag blijft omlaag. Kaandorp geeft voor. Kans op de 2-0. Is daar. Maar de redding van Brouwer is heel goed. Korte van een doelpunt afgehouden. De Graafschap is gewoon sterker dan Emmen vandaag. Korte krijgt de bal voor de voeten en een hele knappe reflex van de keeper van Emmen. Van der Pavert wint in de lucht. Negli werd daar geraakt, maar het spel kan door. Weer half erin gegrepen door El Azouzi. Zit niet heel lekker in de wedstrijd. Lelyveld. Handje buitenspel, maar blijkbaar niet daar overheen. Kaandorps voorzet.
Is dat Hens? Nee, zegt Kamphuis. Maar waar de Graafschap een penalty claimt. De penalty claim van de Graafschap. Als de bal tegen de hand van Veendorp aankwam, komt. Ja, die weet er niet heel veel van. Maar de hand is wel uitgestoken. Dus de protesten van de Graafschap zijn begrijpelijk. Al schiet door, met wat moeite verdedigd door Veendorp en Veldmaten. Maar krijgt de bal niet echt lekker weg. Fortes brengt hem nog maar eens in. Brouwer heeft. Risicovolle paas. Dit, daar komt Korte. Ja. En die gaat naar die bal toe. Daar waar Emme maar weer eens afwacht. Vlak in dit geval. Die toch wel door zal hebben gehad dat Korte daar kwam. Is dit geen goede bal van Brouwer hoor. Daar niet van. Maar Vlak zou ook iets proactiever kunnen zijn natuurlijk. Hier is een hele hoge. Lang onderweg. Veendorp niet echt de kans. Garchus brengt weer in. Burnett. Wil door de benen daar bij Schuurman. Dat lukt niet. Maar Schuurman is goed en dan ligt het open. En is dit een overtreding en geel. Ja, ze zijn er een paar bij de Graafschap die zeggen. De hele weg ligt open. Dit is gewoon rood. Maar kijk waar de overtreding wordt gemaakt. Dat is nog op de helft van de Graafschap. Zijn er bij Emmen niet zo heel veel die je voldoende halen. Assenoen heeft opeens ruimte. Daar staat de Graafschap verkeerd. Romani. Assenoen. Vlak. Balletje is goed op Rui Mendes en weer hij. Weer Rui Mendes in absolute bloedvorm voor Emmen. En zo kan je echt een hele matige eerste helft voetballen en toch zomaar op 1-1 staan. Vlak krijgt de bal en dan Mendes uit de rug van Van der Pavert. Dat is de laatste tijd wel heel vaak gebeurd, moet ik zeggen, bij de Graafschap. 6 wedstrijden op rij, nu gescoord. Vaak de 1-0, nu is het de 1-1. Balletje binnendoor. Veldmaten net goed gegleden, maar de bal valt nog voor Lelieveld. Die legt hem klaar en Brouwer maar weer dus met een redding. Weer op de kant van Korte. Och, goed meegegeven die bal. Och, net iets te ver vooruit. Korte, weer een kans. Weer geen doelpunt. Zijn derde kans van de wedstrijd. Twee keer redde Brouwer. Nu hoeft de keeper van Emmen niet eens op te treden. Want hij schiet hem over. Goeie aanval. Nog net gegleden. Ah, hij valt zo lekker. Opoku gaat komen. Maar ook de man die dus nog maar 44 minuten of minder mag spelen bij de Graafschap. Sam Hendricks. Konings eruit. Doelpunt gemaakt. En nou ook wel nodige last gehad. Hij verlaat het veld samen met Brittijn voor hun komen. Opoku en Sam Hendricks. Hij heeft nu een half uur om alle frustratie die er toch in hem zit van zich af te spelen. De corner. De bal valt niet voor iemand van de Graafschap. Dat is niet in eerste instantie. Het schot daarna een paar meter naast. Bal schiet door Veendorp. Controle is goed. Dan is iedereen kwijt. Mendes. Balletje breed eigenlijk niet goed. Maar komt toch nog aan bij Burnett. Wissel bij Emmen staat klaar. Dat wordt Joel van Kaam. Veendorp. Die toch heel stilletjes gewoon bezig is. En echt een goed seizoen bij Emmen. Veldmaten van heel ver streep. Nou, dat is nog listig zat. En Romani geeft voor, maar die gaat net voorlangs. Dat had zomaar de 1-2 op kunnen leveren. Misschien wel moeten leveren. Van
Vrij ver toch, Veldmaten. Ruim 30 meter. En Romani daarna met de reboundkans. Goed gegleden door Opoku. Lange bal is goed. Brouwer twijfelt, gaat terug en oh, net over. Dat deed hij wel heel fraai hoor. Camille Negli. Notabene met Araujo daarbij zich. Toch niet de minste, maar die is hij te slim af. En dan staat Brouwer net niet helemaal lekker. Hij doet precies wat hij moet doen, alleen net een fractie te hard. Kaandorp. Niet blind weggetrapt, maar rustig aangenomen. En dan een goede paas. Oh, wat een ruimte ligt er voor Emmen. Goed meenemen. Dan heeft hij Asenoen bij zich. Waarvoor kiest Mendes? Hij kan nu ook naar Van Kaam. Daar kiest hij voor. Het wordt Asenoen. En dat wordt nog geblokt. Misschien was die bal eigenlijk wel voor Van Kaam. Maar de kans voor Asenoen was ook behoorlijk groot natuurlijk. Gered door Mees Kaandorp. Ik denk inderdaad dat als hij hem laat gaan voor Van Kaam, de kans misschien nog net een tikkeltje groter is. Voorzet komt voor Brouwer. Nee, die komt niet voor Brouwer. Maar weggekopt door Burnett. Waardoor Opoku er niet in kan lopen. Van Kaam. Mendes houdt die bal nog. Die kans is hier misschien voor Vlak. Die schiet hem hard in de korte hoek. Dat kan toch eigenlijk niet. Romani zegt waarom geen voorzet. Nou, het zou toch behoorlijk onverdiend zijn als Emmen hier nog de 3 punten pakt. Het eindigt in 1-1. En daar zal Emmen het meest tevreden mee zijn. Want het applaus is toch ook vooral voor de Graafschap. Dat goed speelde. De meeste kansen kreeg, maar die niet benutten.